Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires en Ton van Leeuwen Snijwerken. Het is juni. De zomer staat in de startblokken, maar natuurlijk is het ijskoud en komt de regen met bakken uit de hemel vallen. Een flinke uitdaging dus voor de deelnemers van het Eurol VK Nederlands Kampioenschap Autocross. In deze tweede ronde wordt er gereden op de zware zandbaan in Reutem in Overijssel. We beginnen deze aflevering van SBS Autosport met de superklasse. Een superklasse is eigenlijk de klasse waar alles in vrij is. Wij zijn vierwiel aangedreven auto's, de motoren zijn vrij, de inhoud is vrij. Wij rijden sinds 2 jaar met een V8, 6,2 liter. We hebben met compressormotoren gereden, we hebben 6 cilinders gereden. En je mag alles in vrij. Iedereen mag bouwen wat je wil. Hij moet aan de regels voldoen van de KNAF, de veiligheidsnormen. Maar voor de rest mag je gewoon alles inbouwen. Maakt niet uit. Als je maar op gewone benzine doet. Meedoen op dit niveau van autocross is al een prestatie op zich. Maar met de zware, natte zandbaan wordt het zicht compleet ontnomen door de rondvliegende modder. En probeer dan maar eens de finale te halen. Ja, het is, de baan is zwaar en hij wordt nog zwaarder omdat het natuurlijk blijft regenen. En hij wordt losgereden, ze houden hem wel super goed bij. De organisatie is wel heel attent hier. Was vorige keer ook wel hoor. Maar het zal een gevecht worden in de finale, want er zijn er 29 geloof ik in onze klasse. En zoals je ziet, zoals je terugkomt, je krijgt de volle laag. En we moeten ervoor gaan. Net de eerste was voorop starten, die hebben we binnen, dus de eerste punten hebben we. Maar we moeten nog 2 keer en dan de finale, dus het is allemaal nog open voor iedereen. Ja, het is heel erg zwaar. Het is al een zware zandbaan, dat maakt het op zich al behoorlijk moeilijk met zicht. Gewoon de eerste 5 tellen aan de start zie je gewoon helemaal niks. Maar een nadeel met het nat erbij is dat het blijft plakken. En je krijgt gewoon echt niet meer van je bril af of je helm afgeklopt. Dus het is redelijk lastig om daarmee nog te rijden, ja. En ook voor de marshals is het geen pretje in de regen. Het opstuivende zand blijft namelijk aan de natte vlaggen plakken. En dat betekent dus wassen. Als die vrouwen dit eens zouden weten. Ook een nadeel is dat het zware zand blijft plakken in de wielen. En die worden daarmee steeds zwaarder. Ja, ik moet het eigenlijk van het lichte gewicht hebben. Dus het zand valt er nu niet vanaf. Dus we moeten van alles verzinnen om dat er toch af te laten gaan. En daar hebben we een slimme oplossing voor gevonden bij de achterwielen. We hebben eigenlijk borstels opgezet dat hij de wielen schoonveegt. En dat scheelt weer gewicht. En daarmee hopen we weer sneller te zijn. We hebben het eigenlijk nooit gewogen, maar ik denk dat er wel een kilo of 15 bij komt in een wedstrijd. En dat is toch een aanzienlijk percentage van het totaalgewicht. Bij de vorige wedstrijd haalde Sander de finale niet. Maar nu staat hij er beter voor, op een tweede startrij. Maar eenvoudig zal het echt niet worden. Ja, de concurrentie is heel erg sterk. Je moet er gewoon iedere keer vooraan bij zetten. Maar als je in de eerste 2 startrijen staat, heb je voordeel. Zeker met zo'n zandbaan, als je achterin staat, ja, dan is het onbegonnen zaak om naar voren te komen. Dus hard die eerste bocht in. Het is moeilijk om plek in te halen. Maar we gaan knokken vooraan bij te zitten in ieder geval. Het was geen goed weekend voor Erik Pijnenburg. Door een misser in de derde voorronde heeft hij niet genoeg kwalificatiepunten voor de finale. En ook Mark Bartelen is voortijdig klaar. Dit keer heeft de Porsche motor de geest gegeven en kan de buggy terug naar de garage. Peter Versluis in de Corvette buggy had ook erg veel last van het slechte zicht. En hij klapte bovenop Frank Stals. Gelukkig is er een herstart en kan het team de gebroken stuurstang repareren. En daardoor scoort Peter Versluis toch nog genoeg punten voor de finale. En hij mag starten vanaf de tweede rij. De nummer 1 in de kwalificatie, Willem Fransen, mag starten vanaf de eerste rij. De nummer 2, Sebastian Schuurman, start aan de binnenkant. Je mag zelf kiezen waar je gaat staan namelijk. Patrick Mommen is er ook bij, Henk Bok. En een superstart van Willem Fransen in de oranje buggy. De midline is inderdaad sneller, dat blijkt ook wel. En Henk Bok gaat mee met Fransen op de middenlijn en passeert ermee aan de buitenkant Sebastian Schuurman. En het lijkt erop dat Henk Bok het gaat uitvechten met Wilhelm Fransen. De wielen haken al in elkaar als dat maar goed gaat, want er moet een bocht genomen worden. En dan zit Henk Bok vol in de drift.
en snijdt dan naar binnen. Daar raken ze elkaar en Bok die gaat eraf. Die knalt in de eerste aardebal en begraaft dan zijn neus in de tweede. In de herhaling kan je goed zien dat Henk Bok in de drift zit. En dan raken ze elkaar voor de tweede of derde keer. En dan is Henk het bokkie. En het spreekt vanzelf dat hij klaar is voor vandaag. En hij kan ook niet meer meedoen aan de herstart, want even later is het code rood. De race wordt afgebroken en dat is omdat Leo Scholten op zijn dak gegaan is. Ja, ik weet het niet op een gegeven moment of ik mezelf lanceerde, maar in één keer zag de wielen van de andere kant. Dus ja, of hij de hapte met voorwielen zo, kan ik jou niet erover vertellen. Nee, met een afgebroken spruitstuk zal hij ook niet meer deelnemen aan de herstart. Dus ook hij is klaar. Herstart op de baan in de volgorde van de laatste doorkomst. Willem Fransen start vooraan. Startnummer 24. Hij is goed weg, maar ook Sebastian Schuurman is mee. Aan de binnenkant probeert hij daar even door te steken. En Peter Versluis probeert aan de binnenkant voorbij Tim te Dolle te komen. Die moet daardoor naar de buitenkant en gaat daar... Wow, die gaat daar op zijn kant bijna. En zo is Ten Dolle het spoor bijster. Ja, daar eerste bocht. Ik kwam daar vlak achter hem. Hij ging dwars en ik kreeg veel spray van hem. Ja, je ziet niks meer en dan probeerde... En ik zag iemand naast mij die mij inwaalde, dus ik wou veel sneller door de bocht. Ja, gaat niet goed. En zo gaan we verder met deze race. Willem Fransen nog steeds op kop. Op de tweede plaats Sebastian Schuurman. En een gevecht om de derde plaats tussen Patrick Momme en Peter Versluis. Peter Versluis aan de binnenkant pakt daar Momme. Maar lang duurt dit gevecht niet, want ze raken elkaar in het stof. En het is voor beide voorbij. Ja, zesde ronde. Of nee, nog drie ronden te gaan en koppeling eruit. Dat was wel jammer. We zaten wel goed bij met de finale. Lage derde en we zaten best wel aardig op toer. Ja, koppeling eruit. Dus ja, dan houdt het op, hè. En dan komt er niemand meer in de buurt bij Willem Fransen. En zo zet hij een streep door de pech van de voorgaande wedstrijden en wint deze finale. En hij pakt de volle 27 punten voor het kampioenschap. Ja, was wel zenuwachtig. Ik had het vast en denk, dan moet ik bij de herstart, geef ik het eigenlijk af. Ja. Dat wou ik dus niet meer gebeuren, maar ja, het is toch goed gekomen, gelukkig. Eindelijk. En van de ervaren superklasserijders gaan we naar de jonge talenten in de juniorenklasse. Het is Kevin van Beek die de vorige ronde op zijn naam schreef. En ook de kwalificatierondes in Reutem is hij niet te stoppen. Iedereen staat dus op scherp om hem de eerste plek afhandig te maken. Kevin van Beek start aan de binnenkant. Niet de snelste lijn volgens veel deelnemers. Maar kijk eens wat in afstand hij gelijk al neemt op de rest. Kevin van Beek in de geel-witte Suzuki Swift. Mark Verheij dan op de tweede plaats met nummer 508. Dat is Mark Verheij in de rode Swift die Koen van Wel een plaatsje afhandig maakt. Jens van der Vossenberg in de rode Peugeot 106 aan de buitenkant probeert daar iedereen te pakken. Maar dat doet hij ook en hij gaat naar een tweede plek achter Kevin van Beek. Maar je ziet dat deze auto's met weinig vermogen, relatief weinig vermogen, het heel zwaar hebben op deze baan. En Jens van der Vossenberg met de Peugeot probeert buitenom naar de eerste plaats te gaan. Maar Kevin van Beek weet van geen wijken en geeft hem een kleine kleun. En houdt zijn eerste plaats vast. Zij het met een neuslengte. En het is Rob van Mierlo die aansluit op de derde plaats in de donkerblauwe Suzuki Swift. Mark Verheij staat onder druk van Koen van Wel. Koen van Wel aan de binnenkant. Verwij probeert te counteren aan de buitenkant. Leunt een beetje. Maar hij zal er niet meer voorbij komen. En zo pakt Kevin van Beek wederom de volle pot. Ja, met de start wordt wel een beetje spannend. Ja, er was eentje die ging ook heel hard van start af. Toch wel even moeite om ervoor te blijven. We gaan verder met de sprintklasse 1600. En dat staat altijd gerand voor spannende manches. Tijdens de finale in Haarlem lag Ruud Wieverink met startnummer 307 aan kop. Totdat hij met brandstofproblemen stil kwam te staan. En ook hier in Reutem lijkt de pech niet op te houden. De eerste serie viel ik eigenlijk direct in de eerste bocht al stil. Net met de tweede serie hebben we gereden. Toen kwam ik ook weer in de eerste bocht stil te staan. Hadden we geluk met de werd een rode vlag gegeven omdat het in de eerste ronde was. Konden we snel de auto repareren. Bedankt namens het team nog een keer. Dat supersnel allemaal gedaan. Konden we herstarten met een nieuwe herstart. En het was precies tijd, we hadden geen minuten over. En dan ben ik toch nog derde geworden in de serie, dus dat waren voor vandaag wel belangrijke puntjes. En zo staat hij dus na de series wel in de finale. De number one qualifier is Lammert Brink met de oranje buggy. Hij start vanaf het midden, maar komt daar niet goed weg. Is gelijk zijn eerste plek kwijt
Komt dan terug, maar er zit aan de binnenkant zit Edwin Tolkamp, nummer 302, die de beste start gemaakt heeft. En nummer 310, Frank Almen, sluit buitenom aan op de tweede plek. Oh, dat is nummer 330, Jimmy Hop. Die ziet geen hand voor ogen en gaat de aardewal in. En ook Ed van Asten gaat onderuit. Buitenbeeld. Tolkamp neemt de leiding, maar dan al heel snel weer code rood. Want het is dit keer Peter van der Steeg die de greppel ingaat. Ja, dat is jammer. Iets hard buitenom, maar dan kwam ik in de greppel. Ja, die is een beetje diep zoals je ziet. Ja, dat ging niet goed. Ik wou iets te veel, denk ik. Volgende keer beter. Ja, Ed van Asten wordt dan aangereden. Hier zien we het in de cirkel. En met een afgebroken wiel kan hij de finale niet voortzetten. Maar door de code rood lijken niet alle kansen verkeken. Als hij de wagen nog op tijd kan repareren voor de herstart, mag hij weer aansluiten. Alhoewel dat iets te optimistisch lijkt te zijn. Yes, hey. Ja, daar ben je voorstap. Ja. Oké. Niet dus. Herstart op de baan weer. Het licht is aan en zometeen uit. En dan is het Edwin Tolkamp die als eerste weg is. Hij kan heel goed van kiet komen, deze Edwin Tolkamp met nummer 302. Frank Omen sluit aan op de tweede plaats. Lammert Brink met oranje buggy is dan derde. En zo gaan ze dan ook over de finishlijn. En waar is dan Ruud Wieverink gebleven? Vanaf een vierde positie valt hij opnieuw uit met wat lijkt een kapotte motor. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Er kwam al heel veel rook uit. Dus dat is niet. Mag nog niet meer zitten. De potentie zit er wel in, maar het moet nog even een keer tot een eind komen. Tot een goed eind. En Edwin Tolkamp pakt de winst. Ja, nee, het is goed verlopen vandaag. Aangezien dat we woensdag alle onderdelen nog op de werkbank hadden liggen. En dankzij mijn eigen team op zich. Zaterdagmorgen alle boel klaar, getest nog even. Gelukkig nog een gaatje. En vandaag liep alles super. Ja. In de standaardklasse divisie V gaan de voorwiel aangedreven wagens met elkaar de strijd aan. Het is de nummer 834 Bert-Jan Hoepel in de Toyota Celica die heer en meester is. Hij wint de voorrondes. Frans van der Vecht, die in de eerste kampioenschapsronde nog een derde plek wist te behalen, haalt dit keer de finale niet. Het is vandaag gebeurd, ja. Ik heb de aandrijfas een stuk en stuurstang. En ja, net natuurlijk deze aandrijfas hebben we net niet bij ons. Normaal heb je alles bij je en kun je dat gewoon nog even de plekken repareren. En nu niet. En dan sta je dan met de handen in je broekzak. De wagens in de standaardklasse lijken nog erg op de gewone straatauto's. Zo ook deze Renault Clio die de motor moet starten met de gebruikelijke sleutel en een startknop. Helaas zien we deze Clio niet terug in de finale, maar wel de verschillende Opel Astra's. En één Toyota Celica nummer 834 van Bert-Jan Hoepel. En kijk hoe ze wegkomen hier in dat mulle zand en het valt niet mee. En Hoepel die valt gelijk erg terug. Het is Hesselink die de beste start maakt, maar dan aan de buitenkant komt Herman Eelderink in de groene Opel Astra en hij pakt de leiding. En Jeroen Vonk gaat naar de tweede plek. En deurkruk aan deurkruk zijn de gevechten. Nummer 806 Patrick Bredeland. En hij aast daar op de derde plek van Tijmen Hendricks met de Civic. Aan de binnenkant daar Bredeland. Doet hij netjes hoor. Hij gaat gelijk op weg naar Jeroen Vonk en doet een aanval op de tweede plaats. Daar zit hij, Bredeland. Nog steeds op de derde plaats. Aast daar op die tweede plaats. En Hoepel heeft zich hersteld van zijn slechte start. Doet daar een aanval voor de vierde plaats. En Eelderink is goed weg. Die lijkt hier makkelijk de race te kunnen gaan winnen. Zou inderdaad ook als eerste over de streep gaan. Maar de wedstrijdleiding besloot anders. Hij en drie andere deelnemers werden uit de wedstrijd genomen vanwege het niet naleven van het reglement. En geheel onverwacht wint Tijmen Hendricks de tweede ronde van het kampioenschap. Na de onderbreking zijn we natuurlijk terug met SBS Autosport. En dan kijken we naar de overige klassen. Waaronder de altijd spectaculaire sprintklasse 2 liter. Daarna de spannende derde ronde van de Supercar Challenge op de Duitse Nürburgring. En dit keer is het de beurt aan de supersport en de sportklasse. Graag tot zo. Dit
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires en Ton van Leeuwen Snijwerken. Welkom terug in Reutem voor de tweede ronde van het Urol VK Nederlands Kampioenschap Autocross. Het was echt hondenweer. Ondanks dat kwamen de fans in grote getalen naar Reutem om hier naar de wedstrijden te kijken. En ook op de paddock is het druk en gezellig. De deelnemers daarentegen hebben het heel erg zwaar, want ze moeten constant zorgen dat die auto's schoon blijven. Ja, het valt een beetje tegen nou. Het is veel regen. En jammer, maar gisteren hebben we heel dag zon gehad. Maar het is voor iedereen gelijk. En ja, goed. Verder maakt het ook niet uit. Het begint al wat droger te worden op de baan. Dus ik denk dat dat wel goed komt vandaag. Wij hebben motoren erin liggen die tot 2000 cc zijn. Ja, goed, daarom is die ook benoemd als Sprint 2000 cc. We hebben nog een klasse tot 1600 cc. En alles daarboven 4x4. En wat allemaal God onder de zon heeft gebracht, dat doen we dan de superklasse. Daar gaat nog een stuk harder. Maar wij rijden mooi mee bij de 2 liters. En dat bevalt heel goed. De autocross rijdt dit keer op een zandbaan en dat zorgt voor veel problemen bij de deelnemers. Zo wordt het zicht door het stof compleet ontnomen en daardoor worden er veel fouten gemaakt. Nee, je ziet heel weinig. En zeker op een baan zoals wij vandaag hebben, daar is heel veel stof en modder en zand. Dus dan is het zicht ook een stuk minder. Maar het is gewoon wie langs op het gas blijft staan en zijn auto op de baan kan houden, die gaat voorin. En zo gaan we inderdaad naar de finale van de sprintklasse 2000 met nummer 116 Freek Guzenklo. De oud-kampioen die in het midden start. Maar hij komt er helemaal niet goed weg. En het is Klaas Postma die een hele goede start maakt en direct de leiding neemt. Freek Guzenklo die volgt op de tweede plaats aan de binnenkant van de bocht. En Patrick Kleijs mocht even ruiken aan de derde plek. Maar het is Leonard van der Ven die derde plek in handen heeft. Een vijfde plaats op dit moment voor Bandy Peters nummer 141. Regerend kampioen Ronald Akkermans na veel problemen in de kwalificaties achteraan. En hij komt niet verder dan de negende plaats. Na alle pech gaat het opnieuw fout voor Chris Wagenaars die in gevecht om P6 over de kop gaat. En ook voor nummer 128 Arjan Kintz is deze finale voorbij. En hij baalt verschrikkelijk. Ja, dikke pech natuurlijk. Echt hele dikke pech. Ik dacht dat de bocht iets eerder was. Ik stuurde hem al een beetje in en toen pakte ik hier net met het binnenwiel de grep onder. Toen sloeg hij over de kop. Ja. Binnen een seconde, gewoon eventjes niet goed opgelet. Ja, en hier ligt hij. Echt balen, man. Ging zo goed. Nou ja, vond ik je beter. Jammer, pech gehad. Ja, Klaas Postma pakt eindelijk de overwinning in de sprintklasse 2 liter. Nou, het ging de hele dag al perfect. En in de finale had ik gewoon zo'n goede start dat ik hem gelijk naar me toe kon trekken. En ja, dat ging perfect. Ja, hoe kom je nou eigenlijk in zo'n finale terecht? Nou, in iedere klasse strijdt men in 3 voorrondes om die felbegeerde startplekken. Dus u wordt geloot gewoon met loodsysteem. U staat 1 keer op de eerste rij in de start, 1 keer op de tweede rij en 1 keer op de derde rij. Dus ik heb mijn derde rij en mijn tweede rij nu gehad. Dus nu dadelijk maak ik op de eerste rij voor de derde man starten. Ik vind het een heel goed systeem. Je moet gewoon een beetje geluk hebben bij wie je in de maag zit als je lood bijvoorbeeld. Als ze al wat snelst op de eerste rij staan en jij staat op de laatste rij. Hij komt er niet makkelijk doorheen, maar dat is voor iedereen gelijk en dat is het eerlijkste. En in de finale kiest de winnaar van de voorrondes zijn startplek. En belangrijk is dat je een plek kiest waar je het beste wegkomt. Ja, vooral de baan is heel modderig en de bril wordt makkelijk vuil en vettig. En het is heel moeilijk inhalen omdat er maar 1 spoor op de baan is. En aan de buitenkant is het te papperig en dan valt het niet mee om in te halen. En ja, John van Berg komt niet verder dan de 8e startplek en gaat het dus zwaar krijgen. Nummer 432, Johan Zomer, heeft de middelste startplek gekozen naast regerend kampioen nummer 401, Jan-Paul Klaster. Een race naar de eerste bocht en dan is het nummer 406, Arjan Stokking, die extreem laat in de remmen gaat en al stuiterend de kop pakt. Klaster probeert het aan de binnenkant, maar Johan Zomer verdedigt en houdt zijn tweede plek. Gevecht om P4 is dan tussen 408 Jacob Heres en nummer 404 Marco Raben. Maar het is nummer 408 Jacob Heres die vierde plaats stevig in handen houdt. Problemen voor nummer 423 Elko Kruis, een kapotte achterwielophanging. In de slotfase van deze finale doet 401 Jan-Paul Klaster nog 1 keer een gewaagde inhaalactie op 432 Johan Zomer. En die valt terug, waardoor 432 Jacob Heres kan aansluiten op de derde plek.
Jan-Paul Klaster wordt tweede en Arjan Stokking pakt de winst. En dan de tourwagenklasse, waar alles mag als de motor maar van hetzelfde merk is als de auto. En dat levert speciale projecten op. In de eerste ronde van Haarlem was het Peter Bredeland die heel hard over de kop sloeg en daarmee zijn wagen afschreef. Hij is gelukkig weer terug met een bijna nieuwe wagen, maar echt lekker gaat het nog niet. Ja, de voorrondes, ik ging goed van start, maar ik had niet de goede bandenkeuze. Ik had heel veel onderstuur, rechtdoor willen, overal in de bocht. En in de derde of de vierde ronde de koppeling eruit. Dus dat zit vandaag nog niet echt mee. De auto ziet er goed uit, maar het is echt niet zeker een probleem. Dus, maar we zijn druk bezig om te maken in ieder geval. De tweede serie weer erbij te staan. Peter Bredeland haalt de laatste finales niet. En daarmee gaat de eerste startplek naar Ton van Leeuwen in de rode Mitsubishi Evo. Oh, een mega valse start van Erwin Polman in de Lancia. Ton van Leeuwen komt ook niet echt lekker weg. Maar de turbo Mitsubishi Evo komt wat later op gang. En heeft de binnenkant van de eerste bocht. Ton van Leeuwen pakt de tweede plek achter Erwin Polman. Die natuurlijk uitgesloten wordt vanwege die valse start. Emiel Goddink is de verrassing van deze finale en vanaf een vijfde startplaats is hij in opmars. En hier gaat hij in de grijsgroene Opel Astra vierwiel aangedreven aan de binnenkant op jacht naar Ton van Leeuwen. De Lancia dus buiten mededinging vanwege die valse start. En voor nummer 611 in de Golf Frank Nijhuis is de wedstrijd alweer voorbij. En naast het vele stof wat het zicht ontneemt, nu dus ook een wit rookgordijn. Het lijkt Ton van Leeuwen weinig te deren. Frankrijk gaat echt niet verder hoor. Ja, ik had het zo wel in de gaten. Er werd op een gegeven moment rood onder de motorkap en de turbo werd veel te heer. Dus ik denk, dan moet maar stoppen, maar anders komt het niet goed. Hij had er iets te zwaar mee vandaag. En voor de eerste keer heeft Ton van Leeuwen een beetje tegenstand. Want het is Goddink met de vierwiel aangedreven Astra die toch langzaam maar zeker dichterbij komt. Emiel Goddink aan de binnenkant. Ja, geen kans daar. Daar zakt hij weg in de modder. En zo pakt Ton van Leeuwen de tweede overwinning op rij. Ik ben gelukkig niet te houden en dat vind ik op zich wel prettig. Daar doen we ook heel veel voor. Ze zeggen wel eens, je wint de helft in de schuur. Maar ik moet zeggen, de Astra heeft mij blij verrast, moet ik zeggen. Want ik heb een paar keer in mijn spiegel gekeken en ik dacht dat ik los was. En in één keer hoor ik een motorgeluidje en ik kijk links en denk, hey, wat komt die nou doen? Dus toen moest ik toch weer even flink het gas erop. En gelukkig kwam ik weer los. Dus, Maar ik had hem ook gefeliciteerd. Ik zeg, hij reed erg goed, die jongen. Ja. In de standaardklasse divisie A, oftewel de achterwiel aangedreven wagens, is het Koen Wouters met zijn Toyota MR2 die in de voorronde al flinke schade oploopt. Vette pech dus. Ja, na de eerste bocht zag ik niet zoveel meer. En het stond er een paar stil. En dan zat ik al vrij snel bovenop. Ja, toen op de voorkant helemaal plat zitten. En nu hebben we wel weer helemaal goed gekeken met de hulp van vrienden en monteurs. We hebben het wel weer redelijk voor elkaar gekregen. Gelukkig is de wagen op tijd klaar voor deelname aan de finale. En het is nummer 918 die we in de gaten houden. Alle Haarsma, de beste kwalificatie, kiest de binnenkant van de baan. Maar het is weer het midden wat het snelste wegkomt. En dit keer is dat Heinz Hitsinga in de witte MR2. Wordt dan op de huid gezeten door Monique van der Heijden in de blauwe MR2. Ja, die is lekker bezig hoor. Won de eerste ronde natuurlijk al in Haarlem. En ook nu dus op de eerste of de tweede plaats. Want daar gaat het gevecht om. En dan gaat het achterin beeld. Gaat het even mis met Wishart van der Wal in de groene MR2. Hij kiest de buitenkant van de bocht. Hij lag toen op de vierde plaats, maar keep het bijna om. Mooi gevecht tussen Heinz Hitsinga en Monique van der Heijden om de kop. Hitsinga rijdt dan los en van der Heijden krijgt het nog moeilijk. Ze krijgt het aan de stok. Met de knappe terugkeer van Sigrid Postma in de nummer 902 MR2 in de watersportkleuren. En dan wordt het nog heel erg spannend. Het zwart-wit geblokt wordt al bijna gezwaaid. Een paar meter te gaan nog aan de binnenkant. Zit Postma aan de buitenkant, zit Monique van der Heijden. Een nek aan nek. En het is, denk ik, Monique van der Heijden. En inderdaad, een tweede plek voor Monique van der Heijden. En het is Heinz Hitsinga die een mooie overwinning pakt. Ja, ik had het ook niet meer verwacht hoor. Toch nog op eerste rij en super. Ja. Tot zover het Urol VK NK Autocross. Maar we zijn nog niet klaar, want we gaan verder met de Supercar Challenge op de Nürburgring.